Ja, Tom, dat is zuur zo'n laatste tegentreffer. Ja, ongelooflijk. Als je hem nog zo laat tegenkrijgt, dan ja, ongelooflijk zonde. Maar de wedstrijd begon eigenlijk wel lekker volgens mij. Ik denk dat we de eerste 20 minuten goed begonnen. En na de hand zakte het wat in en werd Heracles beter. Zochten ze de backs die gevaarlijk opkwamen en daar hadden we het zeker lastig mee. En de tweede helft denk ik dat we weer aardig beginnen. En ja, weinig, je geeft niet heel veel weg. En op een gegeven moment kom je 1-0 voor. Nou, een keer, dan moet je die 0 houden en dan krijg je hem toch in de 88e minuut nog tegen weer. Ja, het was een mooi doelpunt dat wij maakten. Ja, van onze, voor mij een goede aanval. Super actie van Gio. Korte en ja, die leggen hem heel goed neer op Duplan en schiet hem goed binnen. Kan je vertellen wat er gebeurt bij de laatste goal in de laatste minuut? Ja, het was natuurlijk hectisch de laatste minuut en er wordt een lange bal gespeeld. En de jongen neemt hem op zijn borst staan, draait open en schiet hem geloof ik ja, goed in de hoek. Het waren felle duels volgens mij, hè, tussen jou en Weghorst. Ja, het waren goede duels. Hard tegen hard. En, ik denk dat, ik het, ja, dat we dat redelijk hebben opgelost. Daar hou je wel van, toch? Harde duels? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik heb liever harde duels dan dat geklaag elke keer. Dus dat heb ik liever, ja.